Zo leuk. Ik kan Sarah altijd lucht kietelen. Kijk maar. Komt ie. Goedemorgen, het is donderdag en Sarah is nog aan het ontbijten. Ik ben bijna klaar, toch? Ja, want we moeten weg. Dus ik ga nu vast mijn jas aantrekken. En als Sarah die laatste 3 happen op heeft, gaat ze ook die jas aan doen. Dan gaan we naar school. Dan ga ik ook even snel boodschappen doen. En dan ga ik weer verder. Ik moet zeggen, ik heb er heerlijk op geslapen op het feit dat ik echt al zoveel gedaan heb. En dat het zo verschrikkelijk goed gaat. En ik heb nog wel stress. Ga ik alles afkrijgen? Ik ging er niet vanuit dat ik alles af zou krijgen. Maar als dat goed gaat, dan wordt de druk hoog. Want dan wil je het toch. Dus en ik ga nu mijn jas met 2 handen dicht doen. Want dit lukt niet. Ik ben ondertussen even bezig geweest. Ik heb een was gedraaid, een was gestreken. Alles opgeruimd. Weet je, allemaal dat soort dingen. Daar heb ik mijn kamer even niet bij gepakt. En nu mijn schoenen aan het aandoen. En dan naar school. Want ik mag zeggen, eindelijk weer op gaan halen. Het is trouwens zulk rot weer. Het is heel de dag aan het regenen. En ik hou echt niet van regen. Maar ik hoor wel eens dat mensen dan zeggen, ik vind de regen echt helemaal geweldig. En die dan heel blij zijn dat het weer herfst is. Ik snap dat niet. Het hoeft voor mij geen 40 graden te zijn of zo. Dat niet. Maar hè, wat warmer en droog. Welk team hoor jij? Laat me weten. Ik ben wel heel benieuwd. We zien echt een aparte vogel in de boom. Kijken of ik hem dichterbij kan halen. Hij is helemaal groen. Ik kan hem niet goed zien, mama. Ik laat hem zo op het schermpje zien. Een papegaaitje of zo. Op mijn kleine schermpje kan ik het net niet zien. Oh, is hij net daar? Ik loop net weg. Nee, hij zit nu aan de zijkant. Ik kan het echt niet uithalen wat het nou is. De zwarte is weggegaan. Dus kijk, hij zit alleen in de boom. Moeten we thuis even op het grote scherm nog een keer nakijken. Ik denk dat hij ergens ontsnapt is. Zo zien we hem iets beter. Oh. Nou, gaat hij weer mee? Nee. Is de boom aan het leeg eten? Zie je dat? Kijk of hij nu goed blijft zitten. Maar nu kunnen we hem echt heel goed zien. Een papegaaisoort of zo. Mama? Hi. Ben je gezellig weer bij mij? Ja. Gaan we naar huis? Ja. Je paraplu. Want het regent nu zo hard. Ja. Nou, het is net even droog. Maar ik had hem wel mee. Want ik denk dat het zo wel weer gaat regenen. Maar ik hoop dat we dan alweer thuis zijn. Ik hoop dat we niet thuis zijn. Dan kan ik lekker de vassen springen. Ja, het is maar wat je leuk vindt. We gaan nu eerst even samen lunchen. In ieder geval, Sarah begint net en ik was al bijna klaar. Want ze had mijn lunch eerst gemaakt. Ik krijg altijd van Sarah ook heel leuk een kinderbordje. En dan kijken we even wat tv. Dan hebben we even een relaxmomentje. En dan gaan we de badkamer doen. Zullen we... Of... Komt zo, schat. Want dat wilde ik al eerder doen. Toen kwam het er niet van. En gisteren hoorde Sarah dat. En toen had ze iets. Oh, dat vind ik helemaal leuk. Daar wil ik bij helpen. Dus dit? Dat heb ik niet vanochtend gedaan. Dit? Dus dat ga ik nu. Ja, is goed. Want vindt ze helemaal leuk de kastjes indelen. En dat is prima. En jong geleerd is oud gedaan. We gaan deze kasten, ze heeft de muziek heel hard gezet. Dit gaan we dus leeghalen en uitzoeken en anders indelen. Jij wil me helpen, hè? Ga jij het leeghalen? Mag je het gaan sorteren? Kan jij dat? Dit hoort bij ik denk dat je het op de grond mag gaan doen, want anders heb je nooit genoeg ruimte. Ga ik je uitleggen. Mag je de shampoos en de deo's en alles bij elkaar van hetzelfde? Is dit shampoo? Nee, maar je kan lezen wat erop staat. Waar staat? Dat is buikencreme. Nou ben ik niet meer zwanger, maar papa heeft wel eens heel erg jeuk op zijn armen en dan gebruikt hij die. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ben zo lekker scherp. De kast is leeg, dus nu ga ik nu even een doekje doorhalen. Ik denk het schatten. Ja, zo vind je dingen terug, hè. En dan gaan we het... Oh, hier ben ik herindelen.
We hebben nu gesorteerd. Dit is allemaal voor haar, voor lichaam, gezicht. Zo hebben we het allemaal verspreid. En we kwamen dus ook echt achter bepaalde dingen waarvan je dacht, hè, dat hebben wij niet meer, dat we het wel hebben. Dus we gaan het nu even op een andere manier in de kast te zetten. Nou, we hebben het dus nu anders. Hier alle haardingen. Hier alles voor gezicht en mond. Hier alles voor lichaam insmeren. Dus handen, voeten, lijf, noem maar op. Hier alles voor douchen, wassen, scheren. En hier de overige dingen. Denk aan losse watjes, zonnebrand, kwastenreiniger, brilreiniger en noem maar op. Nou, we hebben de badkamer gedaan en ik ben lekker charmant in beeld, zie ik. En we waren nog even voor Sarah voor de lijstje aan het verzinnen. Maar wij hebben in de familie allemaal een lijstje. En toen bedacht ik ook wat. Dus ik ben de laatste tijd toch wel steeds bewuster van milieu en onnodig gebruik van dingen. Gaat lekker bij jou. Dus ik probeer gewoon. Nou. Ben je klaar? Ga eens even wat water drinken. Oké, ik ga melk drinken, want ik heb ook melk. Oh, dan steek. Maar ik probeer gewoon steeds vaker wat verstandigere keuzes te maken. En gewoon niet onnodig te verbruiken. Denk eraan bijvoorbeeld in de supermarkt. Als ik groente of fruit ergens in mee moet nemen, dan probeer ik de papieren zakken, als ze die hebben, te gebruiken. En eigenlijk geen plastic zakken meer. Ook probeer ik, als ik bijvoorbeeld appels en peren haal, ik zeg maar wat, dat ik ze losweeg en gewoon in één zak doe. Want ze kunnen de stickers ook gewoon los scannen. Op een zak of allemaal scannen. En ik heb niet al die zakken nodig, want thuis gooi je ze weer weg. Dus waarom? Nou, ik herbruik altijd al mijn waterflesjes. Die maak ik gewoon goed schoon en die gebruik ik. Maar ik wil nu dus een blijvende fles. Maar ja, met de aankomende feestdagen moet ik altijd cadeautjes in. Dan zeg ik, wij doen met familie en alles altijd op lijstjes. Ideaal. Dus dat zat ik nu met Sarah uit te zoeken. En ik ben nu ook aan het kijken, als ik bijvoorbeeld wel eens vlees over heb en invries, dat ik gewoon een serie bakjes heb dat ik het daar invries. En dat ik gewoon geen plastic zakjes meer gebruik. Want het is niet nodig. Of vorig jaar ging ik oliebollen bij mijn moeder halen. En wat doe ik vaak? Dan doen we daar een plastic zak en dan doen we het thuis in een schaal. Wat 5 minuten à 10 minuten later is. Ik heb gewoon mijn schaal meegenomen. Ik denk, hup, scheelt weer een plastic zak. Nou, zo met alles. Ik denk, als je dat allemaal bij elkaar doet, dat dat echt wel heel veel kan schelen. Weet je, van mij is het een heel klein beetje. Maar als je het allemaal optelt, en we doen trouwens nog veel meer. We zijn ongeveer gehalveerd met onze vleesinname. Als ik vlees koop, koop ik grote verpakkingen in plaats van kleine. Dat scheelt ook gewoon een hoop plastic. En ik gebruik dus sowieso de helft minder. Als ik vroeger een pan pasta maakte, deed ik 0,5 kilo gehakt in. Nu doe ik in diezelfde pan, doe ik 250 gram gehakt. En doe ik gewoon een paprika en een uitje meer of zo. Dus dat is gewoon afgenomen. En ja, zo zijn we constant bezig. Ik heb ook gezorgd dat we meer planten in de tuin hebben. Wat ook weer, ja, wij zijn maar Oké, je mag naar een heel klein onderdeel. Maar ja, als wij dat doen en de rest doet dat ook, dan scheelt dat een hoop. Oh ja, we gaan steeds minder met de auto. We proberen zoveel mogelijk op de fiets te doen, hè? Of lopend. Dan gooi je nooit de goede dingen weg. We vinden overal een plekje voor. En deze dame heeft nu een gekke bui. Dus ik ga even zo kietelen.
Even kietelen. Dat is even heel... Ik heb even geen tijd meer voor dit serieuze gesprek. Want deze dame moet even heel hard gekieteld worden. Dondersteen. Ga je nou proberen je lach in te houden? Gaat je niet lukken? Stop. Stil, mama. Komt ie. Zo leuk. Ik kan zeggen altijd luchtkietelen. Kijk maar. Komt ie. Nou, even een momentje dat ik mijn mamlijf niet leuk vind. Hier was ik het eigenlijk al aan het opruimen. Het zit op mijn kasten. Ik weet niet of je dat zo ziet. En Sarah de Barbiehuis. Echt geweldig. Sarah vond het een goed idee om de beker in het Barbiehuis te doen. Echt. Sarah, soms maak je me gek. Ja, grappig. Heel grappig. Het zit echt overal. Zo, we hebben net gegeten. En het is nu bedtijd voor Sarah. Dus die is zich aan het klaarmaken in de badkamer. Ik heb nu net kleding voor haar klaargelegd. En nu even de zwemtas inpakken. Auw, ik ga jullie bloot op een beeld zetten. Je ziet het bijna. Even je pyjamaatje pakken. Nou, in de kast. Twee! Ja, doe eens niet zo verongelijkt gelijk. Daar, Sarah. Pyjama. Je bent gelijk vergeten wat je doet. Dus ik doe vast de zwemtas inpakken. Hier, in de kast. Dan hoef ik dat morgen niet meer te doen. Ik probeer altijd dat soort dingen te doen. Welke moet zou het doen? Ik zou er wel een wat lange mouwen, want het is best koud vannacht, kan ik je vertellen. Want het is elke nacht best wel koud, zeg maar. Ik probeer altijd dit soort dingen te doen. Maar ik wou deze heel graag, die glow in the dark. Nou, dat is toch met lange mouwen? Oplaat. Ja, dat kan nu nog. Maar goed. Ik moet dan langer wakker blijven, want hij moet hem nee, nog hoor. Opladen. Als je hem nu even aandoet... En Sarah, doe even een ziekje in de spiegel bloot. En ik wil je niet half bloot filmen. Wat ik probeer te zeggen. Als Sarah nu bezig is daarmee. Dan probeer ik altijd dat soort dingen te doen. Want dan ben ik in principe toch boven. Maar ja, tandenpoetsen en alles doet ze zelf. En aankleden. Dus dan heb ik dit soort dingen vast gedaan. Dat is de schat. Dat is Christa. Hou van jou. Hou van jou. Slaap lekker, voor slaap altijd. Lekker. Mama? Ja? Liefde van de wereld. Ben ik de liefste van de wereld? Liefde van de wereld. Jij ook liefde van de wereld? Nee, jij alleen. Jij. Ik heb even last van een momentje opruimmoe zijn. Ik kan nog heel veel doen, maar ik kan me er gewoon even niet toe zetten op dit moment. Dus ik ben gewoon even lekker tv aan het hangen. Thee aan het drinken. En heel even niks aan doen. En dan kijk ik zo wel weer of ik er dan weer zin in heb. Want ik wil het wel heel graag af hebben. Ik denk dat het ook komt dat Marco's klus misschien uitloopt. Dus hij is misschien iets langer weg. En dat is nog niet helemaal zeker. Maar ja, als dat zo is, heb ik net iets meer tijd. Misschien dat dat dan door mijn hoofd speelt. Dat ik denk, oh nou, kan ik heel even een momentje rusten. Want jullie hebben in de vlog natuurlijk wel gezien dat ik heel veel gedaan heb. Maar ik heb niet alles gevlogd. Want als ik dat aan het doen ben, dan ja, krijg je veel minder voor elkaar natuurlijk. Maar ik heb zo verschrikkelijk veel opgeruimd in huis. En er is zoveel weg. En ik ben natuurlijk aan het proberen om een hele kast leeg te krijgen. En dat in andere kasten erbij. En net als met die spelletjes is dat gelukt. Daar zijn de puzzels nog bij wat ik niet eens hoopte dat het zou lukken. En hield ik zelfs nog iets meer ruimte in die kast over dan dat ik had. Dus... Op die manier ruim je natuurlijk wel echt veel op. Zelfs als gisteravond in die andere kast dat ik nog even zo snel mogelijk, zoveel mogelijk eruit heb gehaald. Daar is ook gewoon echt nu ruimte weer in. En boven de badkamer van vandaag, daar zit gewoon nu ruimte weer in. Dus ik heb echt, echt heel veel gedaan. Er moet ook nog wel aardig wat. Maar ik ben zo goed al op weg. Ik wil het ook echt wel echt heel graag afkrijgen. Maar voor nu, chill modus even aan. Dat heb ik gewoon heel even nodig nu. Ik kan trouwens gewoon echt niet stilzitten. Ik heb net verjaardagscadeau voor Sarah gevonden.
Daar moest ik wel een beetje verzoeken, maar dat heb ik nu net gedaan. En dat ga ik nu bestellen. En ik was al bezig met een boodschappenlijst maken, die is af. Maar ik was er van denken wat ik verder voor eten wil voor van de week. Dus daar ben ik ook bijna mee klaar. En dan ben ik al met al alsnog productief geweest. Ik heb alleen niet verder opgeruimd. Ik ben helemaal op de refill. Ik heb gelijk voor kinderfeestje dat er aankomt cadeautje besteld. Ik heb voor mijn moeders verjaardag cadeautje besteld. Dan had ze al een idee voor iets wat ze voor mijn moeders verjaardag wilde doen, maar nog niet helemaal uitgewerkt. En nu kwam ik echt op het geniale idee hoe ze dat echt heel erg leuk kan invullen. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Want ja, hi mam, jij kijkt ook deze vlog. En je mag het lekker nog niet weten. Dus volgende week vrijdag kan ik dat op z'n vroegst vertellen. Want dan komt de vlog online na de verjaardag. Mijn moeder is overigens op dezelfde dag jarig als Sarah. Dus vanaf dan kan ik meer vertellen en meer laten zien. En dat ga ik nu natuurlijk nog niet doen. Ja, ik ben helemaal happy met de cadeaus die ik heb gevonden en besteld. Lang leven toch wel internet bestellen. Ik hou echt wel van naar een winkel gaan en gewoon winkelen. Gewoon fysiek, vind ik heerlijk. Maar als je dan 's avonds op de bank zit en je wilt het allemaal regelen, vind ik het echt wel te makkelijk dat het zo kan. Ik ga nog thee zetten. Ik ga denk ik een heel klein stukje editen, want opruimen heeft niet heel veel zin meer nu. Het is ondertussen best wel laat door al die dingen. En dan daarna naar mijn bedje toe. Nog even tijd voor een gezonde snack. En gelijk Sarah de banaantje klaarmaken voor morgen. Ze is altijd helemaal happy als ik daarop teken. Nou ben ik niet de beste tekenaar. Maar ze is er zo blij mee als ik dat doe. Dus ik doe altijd wel heel erg mijn best om er wat leuks van te maken. Ik moet ook zeggen dat ze het dan ook echt wel beter eet op de een of andere manier. Nou, wat een geweldige vlinder. En dan gaan we ook nog een bloemetje erbij doen. En zoals Sarah ze noemt, vuurwerkjes. Nog even en ik ben een hele banaanartiest. Hi, kom jij zomaar alweer in de buurt van de camera? Raak je er na al die tijd aan gewend? Nu vindt het ding normaal maar raar. Nou, ik heb morgen een heel gelukkig kind zo. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!